Hierbij open ik deze academische zitting, waarin Christophe van Daal het academisch proefschrift getiteld Don't Get Boxed In, Pathways to Attenuate the Spreading of Pain-Related Avoidance Behavior in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift en de belangrijkste resultaten? Ja, bedankt meneer de prorector. Beste aanwezigen, online en in de zaal. In de komende 15 minuten ga ik een korte introductie geven over het onderzoek dat we in de laatste 4 jaar hebben uitgevoerd. En dit onderzoek bevindt zich in het domein van pijn. Nu, pijn is natuurlijk een belangrijk signaal dat er mogelijk schade is in het lichaam. Bijvoorbeeld bij een beenbreuk is de kans groot dat we ook pijn zullen ervaren. Nu, naast zulke puur biologische factoren, zoals een breuk, spelen natuurlijk ook andere factoren een rol in pijn. Zo wordt tegenwoordig de rol van psychologische factoren ook erkend. Denk bijvoorbeeld aan placebo-effecten, waarbij de verwachting dat een behandeling tot minder pijn zal leiden, ook al tot minder pijn leidt, zelfs als die behandeling geen effect heeft. Daarnaast wordt ook de rol van sociale factoren erkend. Denk bijvoorbeeld aan de reacties van anderen als iemand communiceert dat ze pijn ervaren. Maar in mijn onderzoek heb ik op psychologische factoren gefocust. Specifiek heb ik pijngerelateerde vermijding onderzocht. En om dit onderwerp te introduceren, wil ik jullie eerst en vooral aan Tom voorstellen. Nu, Tom tuiniert erg graag. En vorige week probeerde hij een zak zand zelf op te tillen, zoals jullie hier kunnen zien. Toen hij dit deed, ervaarde hij echter een intense pijn in zijn onderrug. Daarna ging je natuurlijk die beweging niet opnieuw proberen, want inderdaad, pijn is een signaal dat er mogelijk schade is. En hij ging deze beweging dus vermijden. Bovendien vrees hij ook dat gelijkaardige bewegingen aan die originele pijnlijke beweging gevolgd zouden worden door pijn en ging hij dus ook deze bewegingen vermijden. Ook dit is een goed idee, want inderdaad, bewegingen gelijkaardig aan een pijnlijke beweging zijn waarschijnlijk ook pijnlijk. Dit wordt echter problematisch wanneer ook bewegingen die niet zo gelijkaardig zijn aan een pijnlijke beweging ook vermeden gaan worden. Zoals jullie hier zien, bijvoorbeeld lichtjes voorover gaan buigen. Want je kan je namelijk voorstellen dat als je een heel brede waaier aan bewegingen gaat vermijden, dat dit gaat interfereren met het dagelijks leven. En je bijvoorbeeld gaat storen in het uitvoeren van waardevolle activiteiten. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je met die kinderen kan gaan spelen. Dus op die manier kan overmatig vermijdingsgedrag een belangrijke kost met zich meebrengen. En bovendien, als we vermijden, kunnen we ook niet leren dat iets veilig is. En zo gaat vermijding zichzelf ook nog in stand houden dan. Verstoord is het dagelijks leven, die wou ik al vroeger tonen. Volgens hedendaagse vreesvermijdingsmodellen speelt overmatig vermijdingsgedrag bovendien een rol in de ontwikkeling en instandhouding van chronische pijnstoornissen. Chronische pijn, dan hebben we het over pijn die langer dan 3 maanden blijft aanhouden. En zoals we hier kunnen zien, en zoals het voorbeeld al aangaf, kan vermijding dus gaan interfereren met het dagelijks leven. Dit kan natuurlijk gepaard gaan met negatieve emoties. Het is natuurlijk niet leuk als je waardevolle activiteiten niet meer kan doen. Kan je bijvoorbeeld verdrietig maken. Dit kan de pijnervaring in stand gaan houden en verergeren, wat dan weer kan leiden tot vrees en vermijding voor bepaalde bewegingen en activiteiten. En dat kan zich dan natuurlijk weer gaan verspreiden. En zo krijg je dus een vicieuze cirkel, zoals jullie die hier op het scherm kunnen zien. Nu, natuurlijk, de meeste mensen komen niet in deze vicieuze cirkel terecht, zoals jullie die hier zien. De meeste mensen gaan geleidelijk aan, als schade zich heelt natuurlijk wel, geleidelijk die activiteiten terug hernemen. Maar voor de mensen die dan wel in die vicieuze cirkel terechtkomen, is natuurlijk een heel erg belangrijke vraag hoe we die cirkel kunnen doorbreken. En één manier om dat mogelijk te doen, is dan te focussen op het verspreiden van vermijding en dit te proberen afremmen. En labstudies kunnen hier heel erg handig zijn om ons inzichten te geven in hoe we dit mogelijk kunnen doen. Maar een belangrijke eerste vraag is natuurlijk of we ook die verspreiding van vermijding in het lab kunnen observeren. Merk op dat we dit eerst en vooral in gezonde of in pijnvrije proefpersonen hebben onderzocht, dus mensen die geen chronische pijn ervaren, omdat we eerst en vooral geïnteresseerd zijn in de mechanismen die hier een rol spelen. En dan later
kunnen we dit natuurlijk ook onderzoeken in mensen met chronische pijn, maar dat is dus buiten mijn thesis gevallen. Om vermijding te testen, hebben we een computertaak ontwikkeld waarbij mensen gebruik maken van een robotisch apparaat zoals jullie hier op de afbeelding zien. Dus onze proefpersonen gingen voor dit apparaat zitten en gebruikten een rechterhand om het handvat van het apparaat vast te nemen. En dit handvat werd op het scherm getoond als een groen balletje, zoals jullie hier zien. Dus hier zat het balletje in de startpositie links onderaan in het scherm. En de taak was eigenlijk heel simpel. Ze moesten het balletje van de startpositie naar het doelwit, het groene poortje, achteraan in het bewegingsveld bewegen, zoals jullie hier zien. Om hier te geraken, konden ze de poortjes in het midden gebruiken. En ze konden hier eentje kiezen om door te bewegen. En het was volledig hun vrije keuze welk poortje ze gebruikten. Maar er waren natuurlijk verschillen tussen de poortjes. Het eerste poortje is redelijk gemakkelijk om uit te voeren. De proefpersoon moet gewoon tegen het handvat vooruit duwen en dan komt het balletje in het groene poortje terecht. Maar er is een grote kans dat hier een pijnlijke elektrische prikkel volgt. Want we hebben natuurlijk gebruik gemaakt van pijnvrije deelnemers, dus wij hebben zelf pijn geïnduceerd aan de rechterarm, zoals jullie hier zien, door middel van elektrodes. Geen zorgen, de proefpersonen konden zelf de intensiteit van de prikkel kiezen en gingen ook akkoord met het gebruik van deze prikkel. Het tweede poortje, daar was de kans op een pijnlijke prikkel iets kleiner, maar ze moesten meer inspanning leveren om door dit poortje te bewegen. Naarmate ze naar rechts uitweken met het handvat, ging het apparaat namelijk weerstand genereren. Dus dat betekent dat om door dit poortje te bewegen, moesten ze eigenlijk gewoon harder duwen tegen het handvat. En dan het derde poortje moesten ze natuurlijk de meeste inspanning leveren. Hier was de meeste weerstand. Maar er werd nooit een pijnlijke prikkel gegeven bij dit poortje. Dus dit betekent dat dit de veilige beweging was. Dit was de manier om de pijnlijke prikkel te vermijden. En op die manier hebben we dus ook een kost gekoppeld aan het vermijdingsgedrag, omdat mensen meer inspanning moesten leveren. En dit hebben we gedaan natuurlijk omdat dat ook reflecteert wat er in het dagelijks leven gebeurt. Denk terug aan het voorbeeld van Tom, waarbij een brede waaier en bewegingen vermijden kan leiden dat hij niet meer met zijn kinderen kan spelen, bijvoorbeeld. Nu je niet meer met de kinderen kunnen spelen, een beetje meer inspanning leveren in een computertaak zijn heel erg verschillende dingen natuurlijk. Maar dit is dus een labversie van zo'n kost die we hier gebruikt hebben. En dan waren we natuurlijk geïnteresseerd of deze vermijding ook naar nieuwe, maar gelijkaardige bewegingen verspreiden. En daarvoor boden we dan in een volgende fase deze nieuwe, maar gelijkaardige beweging aan. Belangrijk hier was dat er nooit een pijnlijke elektrische prikkel volgde. Er was geen reden om te vermijden hier. En nog steeds, hoe verder er naar rechts uitgeweken werd, hoe meer inspanning er geleverd moest worden om deze beweging uit te voeren. En onze resultaten toonden dat inderdaad vermijding zich verspreidde naar deze nieuwe gelijkaardige bewegingen, ondanks de afwezigheid van de pijnlijke prikkel en ondanks die kost die eraan gekoppeld was. Dus inderdaad, we kunnen dus verspreiding van vermijding observeren in het lab, maar de belangrijke vraag is dan natuurlijk of we dit ook kunnen afremmen. En het eerste domein waar we daarvoor hebben gekeken om dit te doen, is naar de positieve emoties. Positieve emoties, denk dan bijvoorbeeld aan blijdschap, tevredenheid enzovoort. En deze focus op positieve emoties is niet nieuw. De positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie die focust op weerbaarheid en sterktes eerder dan op kwetsbaarheden. En interventies binnen deze stroming zijn al gebruikt in de context van chronische pijn en hebben hun effectiviteit al getoond. En hebben getoond dat ze positieve emoties doen toenemen, welzijn doen toenemen en ook het functioneren verbeteren. En tegelijkertijd afnames in pijn ernst veroorzaken en minder depressieve symptomen zien we ook. En belangrijk voor ons werk in het lab zijn toenames in positieve emoties ook al geassocieerd aan minder verspreiding van vrees. En specifiek minder verspreiding van vrees naar de beweging die minst gelijkaardig is aan de originele pijnlijke beweging. Dus dat is heel erg veelbelovend. Maar natuurlijk, vrees is niet hetzelfde als vermijding. Als we denken bijvoorbeeld, om nu terug aan het voorbeeld van Tom, ik kan bepaalde bewegingen gaan vrezen,
maar die uiteindelijk toch doen en niet vermijden, omdat bijvoorbeeld met zijn kinderen spelen heel erg belangrijk is voor hem. Dus er is geen één-op-één relatie tussen vrees en vermijding. En daarom is het ook belangrijk om in het lab specifiek vermijdingsgedrag te gaan onderzoeken, om te zien of we dan ook een effect van positieve emoties daarop kunnen zien. Maar dan hebben we natuurlijk eerst en vooral een manier nodig om positieve emoties te induceren in het lab. Daarvoor hebben we de best mogelijke zelfvisualisatieoefening gebruikt. En dit is een oefening waarbij de proefpersonen eerst en vooral voor 1 minuut denken aan een best mogelijke zelf, dus een zelf in de toekomst waarbij alles perfect volgens plan is verlopen en hun dromen gerealiseerd zijn. Daarna schrijven ze over dit scenario voor 15 minuten en dan visualiseren ze hetzelfde scenario nog eens voor 5 minuten. En dit is eigenlijk een veelgebruikte oefening die ook al zijn effectiviteit heeft getoond. Nu, dat betekent natuurlijk niet dat het altijd voor iedereen werkt, maar ook in onze studie zagen we gemiddeld gezien inderdaad toenames in positieve emoties na deze oefening. En dan hebben we die natuurlijk laten uitvoeren tussen het leren vermijden en het aanbieden van de nieuwe bewegingen, omdat we geïnteresseerd waren in het verspreiden of het verminderen van het verspreiden van vermijding naar deze nieuwe bewegingen. En resultaten toonden inderdaad dat toenames in positieve emoties geassocieerd waren met minder verspreiding van vermijding. Dus dit toont, of geeft de mensen evidentie voor het potentieel van interventies die inderdaad focussen op positieve emoties om dan de verspreiding van vermijding tegen te gaan. Naast positieve emoties hebben we ook naar proprioceptieve accuraatheid gekeken. Bij proprioceptieve accuraatheid of proprioceptie hebben we het over het waarnemen van de, of het accuraat waarnemen van de beweging en positie van het lichaam en lichaamsdelen. Probeer bijvoorbeeld maar eens de punt van je neus aan te raken met je wijsvinger terwijl je ogen gesloten zijn. Dit is mogelijk dankzij proprioceptie, alleszins als die accuraat genoeg is. En natuurlijk mensen die regelmatig taken of activiteiten doen waarbij accurate beweging belangrijk is, denk bijvoorbeeld aan topsporters, dansers, die gaan natuurlijk verhoogde proprioceptieve accuraatheid tonen. Nu, verschillende studies hebben al aangetoond dat in chronische pijn we verminderde proprioceptieve accuraatheid zien. En dit maakt het een interessant doelwit voor interventie natuurlijk, want als we bij bewegen niet zo goed weten welke bewegingen we aan het uitvoeren zijn, dus ook niet zo goed weten welke geassocieerd zijn met pijn en welke veilig zijn, kan je je voorstellen dat de waaier en bewegingen die je gaat vermijden ook breder gaat worden daardoor. Dan hebben we natuurlijk eerst een taak nodig om ook proprioceptieve accuraatheid te gaan meten. En daarvoor hebben we onze eigen taak ontwikkeld met het robotisch apparaat opnieuw. Dus opnieuw gingen proefpersonen het handvat van het apparaat vastnemen en dan gingen ze cirkelbewegingen uitvoeren. Eerst en vooral werd een beweging begeleid en konden ze alleen een perfecte cirkel uitvoeren. Daarna was er geen begeleiding meer, maar werd hen gevraagd om die perfecte cirkel zo accuraat mogelijk na te maken. Belangrijk, ze waren natuurlijk geblinddoekt, zodat ze niet op visuele input konden steunen. Ze konden dus niet kijken naar een beweging, maar ze moesten dus op een proprioceptie steunen om dit te doen. En dit ziet er dan bijvoorbeeld zo uit. De rode cirkel is de perfecte cirkel die nagemaakt moest worden. En de groene lijn die jullie hier zien is een reproductie door een van onze proefpersonen. En dan hebben we eigenlijk gewoon het verschil berekend tussen die perfecte cirkel en de reproductie. En dat hebben we gebruikt als een maat voor proprioceptieve accuraatheid. Dus die taak hebben we eerst ontwikkeld en ook de betrouwbaarheid daarvan getest. En dan hebben we hem in combinatie met een vermijdingstaak gebruikt om dan te kijken of we ook een associatie zien met vermijdingsgedrag. En inderdaad, de resultaten toonden dat lage proprioceptieve accuraatheid geassocieerd was met overmatige vermijding. Dus ook dit toont dan het potentieel om dan misschien die accuraatheid te gaan trainen, om dan eventueel tot minder vermijding te komen. Dat heb ik niet gedaan als deel van mijn thesis, maar daar gaan we zeker mee verder. Dus daar hoop ik in de toekomst meer over te kunnen zeggen. Dan samenvattend, we hebben dus evidentie gegeven dat pijngerelateerde vermijding zich verspreidt naar gelijkaardige bewegingen of beweging gelijkaardig aan een pijnlijke beweging. Positieve emoties waren geassocieerd met minder verspreiding van vermijding en minder accurate bewegingen waren geassocieerd met meer vermijding. Dus dit toont het potentieel dan inderdaad voor interventies die focussen op positieve emoties en eventueel op de accuraatheid van bewegingen. Maar natuurlijk is er ook meer onderzoek nodig om dit ook te bevestigen.
En tot zover mijn korte introductie en dan geef ik graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel voor de heldere presentatie. De oppositie zal nu worden geopend door professor Jansen. Professor Jansen is hoogleraar experimentele klinische psychologie aan deze universiteit. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovendus, u heeft een prachtig proefschrift geschreven met een serie hele mooie experimenten. Het leest als een trein. Ik wil u daar van harte mee feliciteren. En niet alleen uzelf, ook uw promotoren die hieraan bijgedragen hebben. Wat ook vooral heel knap is, is dat u dat in COVID-tijd deed, voor een groot deel. En dat u het ook nog eens binnen de periode deed die ervoor stond. Dus ja, al met al een heleboel complimenten daarvoor. Ik heb heel veel geleerd van uw proefschrift ook, erg interessant. Maar ik bleef met een paar vragen zitten en die gaan vooral over de klinische toepasbaarheid ervan. Hoe gaan mensen hiermee om in de gezondheidszorg? U zegt dat de prevalentie van chronische pijn 20% is. Dat is echt enorm veel. Hè? 1 op de 5 mensen heeft last van chronische pijn. En als ik het goed begrepen heb, is die chronische pijn vooral een probleem van de generalisatie van vermijding. En nee, ik wil een casus voorleggen. Ik had een flink aantal jaren geleden, last van een knieblessure, een sportblessure. U weet het wel, hè? Ouders, kinderen, basketbalpartijtje. En dan moet je tegen je eigen kinderen, dus je wil je echt enorm uitsloven. En ik had geen goede schoenen aan, maak een draai en mijn knie verdraait. Dus ik had daar heel veel pijn, maar de huisarts die kon eigenlijk niet iets ontdekken. En het zal wel weer overgaan. Op een gegeven moment ga je naar de fysiotherapeut. En toen kwam ik bij die fysiotherapeut en die zegt van, het was natuurlijk al een tijdje geleden gebeurd. Ik ben mee doorgelopen een tijdje. Maar die zegt, nou mevrouw, gaat u springen van dat bankje af? En toen zei ik, ja nee, dat doet ontzettend veel pijn. Zegt hij, nou probeer het toch maar, ga maar springen. En toen mompelde hij iets van angst voor de pijn en zo. Dus ja, op een gegeven moment toen dacht ik ga maar springen. Want die man die is tenslotte de professional, hè, die zal het wel weten. En ik sprong en nou, u begrijpt wel, ik had ontzettend veel pijn aan mijn knie. En ik ben eigenlijk nooit meer teruggegaan naar die fysiotherapeut. Ja. Want ik dacht van... Maar tegelijkertijd, Johan Vlaaien is natuurlijk, professor Vlaaien is onze collega. En ik dacht, die mensen hebben gewoon veel te veel van die papers van Johan gelezen. Die denken, iedereen die hier komt met pijn, die heeft gewoon vooral veel angst voor de pijn. Vooral als je zo'n oude mevrouw als ik ben. Maar het riep ook wel de vraag op van, goh, er zijn natuurlijk wel mensen met echte pijn die al wat langer duurt, chronische pijn. En hoe kan iemand in een klinische setting, bijvoorbeeld zo'n fysiotherapeut, nu onderscheiden of het een echte pijn is? Of dat, of tenminste, ja, echte pijn klinkt een beetje lullig, want die andere mensen hebben natuurlijk ook wel pijn. Maar goed, pijn die je niet wil forceren, zeg maar, versus chronische pijn waarvan je denkt, nou, met een beetje exposure komt het eigenlijk wel goed met die mensen. Kunt u daar een antwoord op geven? Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw complimenten en uw vraag. Dat is inderdaad een heel belangrijk punt natuurlijk. Hè. Dus ik denk dat het erover gaat dat we eerst en vooral moeten uitsluiten dat er geen biomedische onderliggende aandoening is die de pijn verklaart. En dus ook bij bewegingen, natuurlijk als er dan exposure is aan bewegingen terwijl die onderliggende aandoening geweldig is, kan dat inderdaad gewoon gevaarlijk zijn dat de aandoening alleen maar erger wordt. Dus dat is zeker iets om te voorkomen. Dus ik zou zeggen, is eerst en vooral belangrijk om een grondige medische check te hebben om uit te sluiten dat die onderliggende aandoening niet aanwezig is. En als dat uitgesloten kan worden, dan kunnen we overgaan tot meer blootstelling aan de bewegingen natuurlijk. Een manier om ook te weten te komen of het effectief om angst gaat bij deze specifieke persoon, is het gebruik van vragenlijsten bijvoorbeeld. Er zijn vragenlijsten om angst voor pijn te meten, om pain catastrophizing bijvoorbeeld te meten. Dus dat zijn ook hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om dan te kijken of er misschien een klinische cut-off bereikt wordt. Om dan inderdaad te kunnen zeggen dat het om angst gaat. Want om duidelijk te zijn natuurlijk, de evidentie zegt, angst en vermijding speelt een belangrijke rol bij chronische pijn, maar dat betekent niet dat het bij iedereen ook het geval is natuurlijk. Nee, en biomedisch vinden ze ook niet altijd alles. Hè? Dus het kan ook zijn, en je wil niet iedereen gelijk in de medische wereld enorm duur en veel laten onderzoeken, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar het is dus wel een ding, lijkt me, want een vragenlijst scoren. Ja, kijk, als je heel erg bang bent voor de pijn die echt is, dan ga je ook misschien wel hoog op zo'n lijst scoren. Sorry? Als je heel erg bang bent voor echte pijn,
die ook echt daadwerkelijk daar is als je die beweging maakt, dan ga je waarschijnlijk ook op zo'n vragenlijst hoog scoren? Of... Eerst en vooral echte pijn. Ik denk dat we gewoon pijn mogen zeggen. Ja. Het gaat erover of er een onderliggende biomedische oorzaak is of niet. Dus pijn is gewoon pijn. Maar dan is de vraag of er een andere verklaring kan zijn. Nu, inderdaad, als je pijn ervaart, gaat je in zekere mate angst daarvoor hebben. Wat ook gewoon heel logisch is en dat voorkomt dat we bepaalde bewegingen gaan doen en dan die schade bijvoorbeeld gaan verergeren. Dus in zekere zin is dat ook adaptief. Dus er gaat sowieso een zekere mate van angst zijn. Maar ik denk dat er wel variatie is in de hoeveelheid angst en vermijding die we zien. Oké. Kan ik nog een korte vraag erachteraan stellen? Ben ik al over? Een hele korte vraag. Hele korte vraag. Ik noemde het al even in het begin. U heeft een heleboel onderzoek gedaan om die generalisatie tegen te gaan. Hè? En ik vroeg me af waarom eigenlijk niet helemaal terug naar het begin. Doe exposure met deze mensen. Leer dat die verwachtingen niet kloppen. En een inhibitoire, leren. Ja. Waarom heeft u dat eigenlijk niet gedaan? Want eigenlijk gaat u een stapje verder zitten. Ik zou eerder zeggen dat we eigenlijk een stapje terug gaan, een stapje vooruit terug gaan. Dus eigenlijk proberen ervoor te zorgen dat mensen zichzelf eerder gaan exposen en niet heel veel vermijdingsgedrag al gaan ontwikkelen. En dan dat er in een latere fase dan bijvoorbeeld exposure moet gebeuren omdat ze heel sterk gegeneraliseerd vermijdingsgedrag vertonen. Als we die generalisatie kunnen verminderen al in een acute fase waarbij er bijvoorbeeld toch nog weefselschade aanwezig is, maar dat we toch kunnen aanmoedigen om systematisch al beweging te gaan proberen om te zien of die wel te verdragen zijn en dat er inderdaad niks erg gebeurt bij die bewegingen. Om dan zo gewoon te voorkomen dat we in die vicieuze cirkel, zoals ik die ook toonde, terecht gaan komen. Ja, ja. Oké, prima. Dank u wel. Dank u wel. De oppositie zal worden voortgezet door professor Engelhardt. Het is een hybride sessie, dus we hebben een aantal online opponenten en zij zal de eerste zijn. Zij is hoogleraar experimentele psychopathologie aan de Universiteit van Utrecht. Professor Engelhardt. Dank u wel, voorzitter. Geachte kandidaat, graag wil ik u ook feliciteren met een prachtig proefschrift. Ik ben onder de indruk van de wetenschappelijke kwaliteit van uw studies en het innovatieve karakter en ook de zorgvuldigheid waarmee u ze heeft uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld door preregistraties te doen. Ook ben ik onder de indruk van uw systematische aanpak. Van eerst nieuwe taken ontwikkelen en valideren. En dan theoretische en klinisch relevante vragen daarmee onderzoeken. Of eerst een topical review schrijven over mogelijke interventies. Om generalisatie tegen te gaan. En daarna interventies zelf te onderzoeken die ook interessante resultaten laten zien. Dit zijn belangrijke toevoegingen. Op het gebied van pijn en ook angst. Dus lof voor u en ook natuurlijk voor uw promotor en uw begeleidingsteam met weer een prachtig proefschrift uit uw groep. Mijn eerste vraag die gaat over de centrale vraag in uw proefschrift, namelijk hoe kun je generalisatie van pijngerelateerde vermijding verzwakken. U schrijft dat pijn een intrinsieke alarmfunctie heeft en dus een belangrijke motivator is voor leren. Het gaat om het leren van stimuli die pijn of potentiële schade voorspellen. Zodat die ook kunnen worden geminimaliseerd of voorkomen. U onderzoekt dan met name de verwachting van een pijnlijke stimulus. Dus de subjectieve kans dat pijn of schade optreedt. In hoofdstuk 2 noemt u dan mogelijke interventietargets. Maar ik denk dat u een belangrijke interventietarget niet heeft genoemd die wel aansluit bij pijn als motivator voor gedrag. Dat is niet zozeer de kans dat pijn of schade optreedt, maar de ernst daarvan. Stel, je speelt jaren basketbal, zoals de vorige opponent. Elk seizoen wel 100 uur en je springt duizenden keren op en neer om te schieten en te verdedigen. En één keer land je verkeerd op de voet van je tegenstander, waardoor je je enkelband scheurt of je enkel breekt. Dan weet je daarna dat die kans klein is dat het weer gebeurt. Maar als het zo is, is het zo vervelend, zo pijnlijk en belemmerend dat je besluit om te stoppen. Vermijding. Ook met andere balsporten misschien, generalisatie.
Sommige mensen zullen iets vergelijkbaars kennen van een auto-ongeval, jarenlang zonder problemen gereden en dan één ernstig ongeluk of een ongeluk dat ernstig had kunnen zijn. Dat kan ervoor zorgen dat iemand niet meer in de auto stapt en het verkeer ook gaat vermijden. Nou, ik denk dat die subjectieve ernst van de stress of de geheugenrepresentatie een veelbelovende interventietarget is bij het verzwakken van vermijdingsgeneralisatie. En ik ben heel benieuwd of u dat ook denkt. En zo ja, waarom u deze maat dan niet heeft genoemd in uw review en hoe je dit zou kunnen onderzoeken. En zo nee, waarom niet? Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw complimenten eerst vooral en bedankt voor uw vraag ook. Ja, natuurlijk inderdaad mee eens dat de ernst van de verwonding of van de gebeurtenis die tot de pijn heeft geleid, inderdaad wel een heel belangrijke rol natuurlijk gaat spelen. Want inderdaad, ja, hoe inderdaad bij een verwonding die weken tot maanden revalidatie vraagt, gaat natuurlijk wel een grote impact op het leren ook hebben. En dus gaat er misschien meer angst en vermijding daarna volgen. Dus ik ben het er sowieso mee eens dat het een belangrijke factor is om ook op te focussen. Nu, waarom hebben we die niet meegenomen? Waarom is die niet in de review gekomen? Niet aan gedacht, om heel kort daarover te zijn, eerst en vooral. Ik denk dat sowieso, dus ik herken wel dat het een belangrijke factor is. Maar we hebben dus eerst ja, op angst en vermijding gefocust. En wat er al gedaan was, ook in de literatuur, de manieren om angst en vermijding te doen afnemen. Dus de evidentie die er al beschikbaar was, of in kleine mate, denk ik ook dat belangrijk was, wat we in de review hebben benadrukt. In kleine mate was die evidentie aanwezig. Dus het is eerst en vooral een call om meer onderzoek daar ook naar te laten gebeuren. Ja, en ik ben nu aan het denken welke interventie dan specifiek ja, op de ernst of focus. Daar kan ik nu niet meteen een antwoord op geven, maar dat is zeker iets wel wat interessant is om verder op na te denken. Ja, ja misschien dan niet meteen de interventie, maar hoe zou je het überhaupt kunnen onderzoeken in het lab? Bijvoorbeeld met het robotic paradigma. Lab is het moeilijk, omdat we zitten in een heel artificiële situatie waarin de proefpersonen ook weten natuurlijk dat het veilig is. We gebruiken pijnlijke elektrische prikkels wel, maar een proefpersoon weet ook dat we niet gaan blootstellen aan schade. Dus we gaan geen langdurige schade veroorzaken in het lab. Dat zou natuurlijk niet ethisch zijn om te doen. Dus om dit te onderzoeken in het lab, nu ja, zou je het kunnen bevragen natuurlijk wel en zien of we variatie zien in dat mensen toch dat is een ernstige, ja, nou, er is geen verwonding aanwezig in het lab. Dus ja, ik zie niet meteen hoe we dit naar het lab kunnen vertalen, maar opnieuw iets interessant om over na te denken wel. Ja. Bedreiging. Ja, ik wil nog toevoegen, bedreiging bevragen we bijvoorbeeld wel. Dus er is wel degelijk variatie in hoe bedreigend proefpersonen de pijnlijke prikkel ervaren. Maar dat is nog iets anders dan de ernst, zou ik zeggen. Ja. En een studie waarbij na acquisitie de intensiteit van pijn vermindert in de experimentele conditie. Ja, inderdaad. En niet in de controleconditie. Daarna zou je kunnen nagaan of generalisatie vermindert in die experimentele conditie als gevolg van US-deflatie. Nu, ja, ik weet niet of dat de meest zuivere manipulaties dan zijn. Want dan als ze inderdaad nog pijn gaan ervaren, is ook gewoon de intensiteit van de pijn verminderd. Het gaat dan over de intensiteit of de ernst. Natuurlijk, de intensiteit van de pijn kan wel geassocieerd zijn aan hoe ernstig de pijn beschouwd wordt. Dus waarschijnlijk gaat er wel een associatie zijn, maar zoiets ja, zijn om nog verder te bekijken. Ja. Oké. Okay.
Nou, gezien de tijd wil ik graag doorgaan naar de volgende opponent. Okay, misschien dat u op een later tijdstip contact met de kandidaat kunt hebben en samen een experiment kunt uitdenken. Akkoord? Klinkt goed. Oké, dan gaan we door met de volgende opponent. Dat is dokter Baudet. En dokter Baudet is universitair docent experimentele psychologie en gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Gent. Dat is ook een online opponent. Dank u wel. Beste kandidaat, beste Christophe. Ik herinner mij aan de eerste ontmoeting nog, heel toepasselijk, tijdens een FIER-meeting. En Anne Mulder stelde u toen heel trots voor als een nieuw lid van haar labo. En ik denk dat ze intussen meer dan gelijk gekregen heeft, want je hebt intussen tijd een excellente thesis geschreven die dat ik heel graag gelezen heb. De thesis bouwt mooi voort op eerder werk in die belangrijke onderzoekslijn over chronische pijn, maar breidt het ook op verschillende innovatieve manieren uit. Dus ik vond het interessant, je grijpt zowel terug naar oudere literatuur, die dat soms vergeten wordt uit de jaren 60, als je voegt er interessante nieuwe dingen aan toe. Je maakt links met bijvoorbeeld acceptance- en commitment-therapie, die dat we ook niet altijd zien in deze literatuur. Dus je hebt dat denk ik heel innovatief aangepakt. Zoals al gezegd, naast al die kwaliteit ook kwantiteit. Je hebt heel veel gedaan, ondanks de moeilijke context met die pandemie. Dus daarvoor absoluut proficiat. Je hebt ook een heel goede algemene discussie geschreven, die dat wat moeilijk maakte om nog interessante vragen te bedenken, want ik denk dat je daar al heel veel nuance aanbrengt. Desondanks zijn er een paar thema's waarover dat ik graag uw mening is gehoord had. En eerste vraag is de volgende. Doorheen uw thesis schrijf je vaak dat generalisatie van angst of generalisatie van pain-related avoidance de sleutel is om chronische pijn te begrijpen. Die formulering die komt heel vaak terug, want dit is de key, is de sleutel om aan de slag te gaan met chronische pijn. En mijn eerste vraag is, van ja, kunnen we dat eigenlijk zeggen? In afwezigheid van longitudinale evidentie, zelfs dat zou niet kausaal zijn, maar is er eigenlijk, ja, er lijkt niet echt longitudinale evidentie te zijn dat die generalisatie betrokken is. En dat die generalisatie van avoidance betrokken is. Dus dat is een eerste bedenking waar ik graag eens uw gedacht over gehoord had. En in samenspel daarmee, er is natuurlijk wel de cross-sectionele evidentie al. Ik denk aan studies van Lisek en anderen. En je plant zelf ook een interessante cross-sectionele studie, waarbij dat je controles wil gaan vergelijken met pijnpatiënten. Maar ik vroeg mij af, ja, stel dat je in die studie, ik geloof dat dat dan hoofdstuk 7 is, dat je verschillen zou gaan vinden tussen gezondes en de pijnpatiënten. Zou er daar een alternatieve verklaring mogelijk zijn? En dan wel als volgt, dat die pijnpatiënten gewoon de ervaring hebben van ja, mijn pijn is niet beperkt tot één beweging of tot één context. Ik weet van dat niet enkel mijn arm op die manier strekken pijn doet, maar dat mijn arm op allerlei manieren strekken pijn doet. En ik weet dat mijn rug buigen als ik in de tuin werk pijn doet en dat dat ook pijn doet als ik naar de yogales ga. En dat ze die kennis van pijn is niet beperkt tot één beweging, tot één context, eenvoudigweg gaan toepassen in uw experimenteel paradigma en ervan uit gaan gaan, ja, het zal hier ook wel niet zo zijn dat dat beperkt is tot die één beweging. Het zal hier ook wel zijn dat allerlei variaties van die beweging tot pijn in uw experimenteel paradigma dan tot elektrische prikkel zullen leiden. Dus dan zou het eigenlijk een omgekeerde weg zijn. Hè. Dan is generalisatie niet de causale route naar chronische pijn, maar is het omdat mensen in heel veel contexten pijn hebben, dat ze dat bij u ook die generalisatie gaan demonstreren. Dus ik wou uw gedachten horen over die alternatieve verklaring en of je daar ook een toets voor kan bedenken. Hè. Hoe kan je die verklaring uitsluiten of minder plausibel maken? Ja. Hooggeleerde opponent, eerst maar bedankt voor uw complimenten ook en bedankt voor de vraag. Ja, inderdaad een belangrijke vraag of het ook een causaal verband vertoont. Dus mogelijk kan dat dan inderdaad met longitudinale studies onderzocht worden. Maar ik denk met de evidentie die we nu hebben, stel dat we die studie klaar hebben
dan zou je inderdaad nog niet met zekerheid kunnen zeggen dat de generalisatie van vermijding ook een causale rol heeft gespeeld in de chronische pijnstoornis. Want inderdaad, we zien dan wel een verschil tussen de pijnvrije deelnemers en de proefpersonen met chronische pijn. Maar inderdaad, er is ook wel een andere leergeschiedenis, zou je kunnen zeggen. Dus ook ja, zeker met in relatie tot pijn. Dus dan zou die leergeschiedenis natuurlijk ook in het lab gewoon tot verschillen kunnen leiden. Dus die longitudinale studies gaan zeker heel erg belangrijk zijn om dan ook te kunnen stellen, of toch met iets meer zekerheid al te kunnen zeggen, dat het ook causaal een rol heeft gespeeld in de chronische pijn. Nu dan nog natuurlijk longitudinaal, dat er een temporeel verband is, kunnen we nog steeds niet met zekerheid zeggen, maar het zou zeker al evidentie in de juiste richting zijn. Nu, ik denk in verband met angst bijvoorbeeld, zijn er al studies geweest die inderdaad toonden dat het predictief is voor de chronische pijnbeperking. Maar inderdaad, specifiek generalisatie en generalisatie van vermijding is nog niet aangetoond. Het is wel een studie van collega Rini Masui in samenwerking met professor Vlaaien ook, die onderweg is. Dus het wordt onderzocht, maar voorlopig moeten we die resultaten dus nog afwachten. Ja. Oké. Dank u wel. Ik was aan het denken nog, zou een optie zijn om bij de pijnpatiënten, hè, die dat je plant te recruteren voor die nu gepreregistreerde studie, om van die patiënten in kaart te brengen bij welke bewegingen en bij hoeveel veel bewegingen dan, zeg maar, ze effectief pijn hebben, om een soort real-life index te hebben van hoeveel variatie kan er zitten op de beweging en hoeveel van die bewegingen veroorzaken niet enkel angst, maar ook pijn. En dat te gaan relateren, zo'n index te gaan relateren aan de mate van generalisatie in uw studie. Zou dat interessant kunnen zijn? Dus de vraag is of om ook te gaan meten eigenlijk het functioneren in het dagelijks leven en bewegingen in het dagelijks leven, in welke mate die gerelateerd zit aan pijn. Ja, ik denk dat dat ook heel erg interessant is. En we hebben ook een vragenlijst die het functioneren in het dagelijks leven in kaart gaat brengen voor deze groep proefpersonen. We bevragen wel activiteiten, dus in welke mate activiteiten beperkt worden bijvoorbeeld, dus in welke mate activiteiten vermeden worden. Dus we gaan er sowieso ook wel exploratief mee aan de slag. Dat is ook belangrijk bijvoorbeeld natuurlijk in termen van externe validiteit, gewoon voor ons paradigma, dat we ook of we associaties zien met het gedrag dat we in de computertaak zien, of dat ook effectief gerelateerd is natuurlijk aan het dagelijks leven en het functioneren in het dagelijks leven. Akkoord. Dr. Baudet, bent u daarmee akkoord met de antwoorden van de kandidaat? Ja, absoluut. Dank u wel. Oké. Dan denk ik dat we door moeten, want we hebben nog 3 opponenten. En de volgende opponent is professor Beckers. Hij is hoogleraar psychologie aan de KU Leuven. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte kandidaat. Ik wil me eerst en vooral graag aansluiten bij al mijn voorgangers. Ik kan me helemaal vinden in alles wat er al gezegd is over je proefschrift. Het is een indrukwekkend werk. Ik denk, bovenop alles wat er al gezegd is, denk ik dat we zeker ook nog mogen benadrukken dat het een proefschrift is dat niet alleen uitblinkt in kwantiteit, maar ook in de methodologische breedte van het werk dat je gedaan hebt. Ook daar is het echt indrukwekkend, denk ik. Ik vermoed dat je een aantal keer ook echt buiten je eigen comfortzone gegaan bent. En zelfs buiten die van je promotoren hier en daar, denk ik. Waarvoor hulde? Dat is echt niet evident. En ik wil inderdaad ook graag je promotoren bij die hulde betrekken om die stap met jou te durven wagen, om die dingen allemaal te gaan exploreren. Heel mooi. Ik zou daar nog van alles over kunnen zeggen, maar de tijd is beperkt, dus ik duik er maar meteen in. Ik wil je ook graag nog een paar vragen voor de voeten werpen. En mijn eerste vraag gaat eigenlijk over het uitgangspunt van je proefschrift. Je schrijft op pagina 15, denk ik, in je inleiding.
dat een recente meta-analyse aantoont dat het effect van bestaande interventies voor chronische pijn, inclusief CBT, klein tot zeer klein is. Voor jou is dat een aanwijzing dat er nog veel ruimte is voor verbetering, dat er dus nood is aan verder onderzoek naar het reduceren van overgeneralisatie van vermijding bijvoorbeeld. Maar zou het resultaat van die meta-analyse niet ook gewoon kunnen betekenen dat de rol van psychologische factoren in chronische pijn helemaal niet zo groot is? Niet zo groot als het fear avoidance model doet uitschijnen in ieder geval. En dat er van psychologische interventies en dus ook van verder onderzoek naar reductie van overgeneralisatie van vermijding weinig heil te verwachten is voor de behandeling van chronische pijn. Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw complimenten en uw vraag. Inderdaad, ja. Die effect sizes die door de behandeling behaald worden, kan natuurlijk ook inderdaad een kritiek zijn op wat dan effectief de rol is van die psychologische factoren. Nu, andere studies tonen wel natuurlijk die verbanden aan met de psychologische factoren en de beperking door chronische pijn. En klinisch zien we ook angst en vermijding spelen een rol bij patiënten. Dus vanuit dat opzicht zou ik eerder dan durven argumenteren dat het eerder de behandeling is die nog verbeterd kan worden, dan dat het echt de kleine impact van de psychologische factoren is. Nu, ik ben het er natuurlijk ook mee eens, zoals ik al eerder heb gezegd, fear and avoidance speelt niet noodzakelijk bij iedereen een belangrijke rol. Dus het is ook belangrijk te gaan kijken wat nu een rol speelt bij welke persoon, of het effectief is dat er angst en vermijding aanwezig is om daar dan mee aan de slag te gaan. En natuurlijk bij behandelingen een groot probleem is ook het herval, de return of fear and avoidance, dus het terugkomen van de angst en vermijding na het blootstellen aan de gevreesde en vermeden bewegingen. Dus ook daar opnieuw denk ik gewoon dat, doordat we al zien dat het terugkomt na behandeling, is ook een reden om dan toch nog naar verbeterde behandeling te gaan werken. Ik vind dat een heel fair antwoord. Goed, dan wil ik heb nog heel even tijd, denk ik. Hè. Ik wil graag toch ook even naar de empirische bevindingen gaan kijken. Want we hebben het al veel over conceptuele dingen gehad. Wat mij betreft, hoofdstuk 4 van je proefschrift, zou het koninginnenstuk kunnen zijn, echt, vind ik, van dit proefschrift. Minstens conceptueel gezien. Tegelijkertijd, als ik dan naar de analyses en de resultaten ga kijken, was ik toch niet helemaal overtuigd. Omdat twee kernbevindingen van dat hoofdstuk, wat mij betreft, toch een beetje op los zand misschien staan. En de eerste gaat dan over die correlatie tussen accuracy op de DMR-taak en vermijdingsgedrag. Die figuur die heb je ook in je proefschrift staan, op pagina 92. Als ik naar die figuur kijk, dan lijkt mij die correlatie heel erg gedreven door één extreme outlier. En dan vraag ik me af, wat blijft er over van die correlatie als je die ene observatie uitsluit? Ja, inderdaad, daar zit een puntje in de rechterbovenhoek zich te verstoppen. Natuurlijk hebben we die correlatie ook getest zonder die extreme outlier. De correlatie blijft van dezelfde grote orde, dus ik denk dat we punt 30 ergens zitten. Maar de p-waarde gaat naar punt 0,6, dus net niet de significantie threshold. En toen hebben we bedacht, oké, wat is hier de logische stap? Gaan we die outlier eruit laten en geen significante correlatie rapporteren of houden we die erin? En eigenlijk gezien er geen reden was om te zeggen dat dit een slechte observatie is, dus misschien waar iets technisch is misgelopen, of de proefpersoon had de instructies niet begrepen bijvoorbeeld, we zagen eigenlijk geen indicatie dat dat het geval was. Dat vertelde ons eerder dat het wel degelijk een valide observatie is en misschien iemand die inderdaad gewoon een heel erg lage accuraatheid en ook heel erg veel vermijding vertoont. Dus daarom hebben we die er toch in gehouden. Het is in ieder geval geruststellend om te horen dat de grootte van de correlatie ongeveer dezelfde blijft. Ik had het eyeballen niet per se zo ingeschat, dus dat is mooi. Als ik daar dan nog heel even op mag aanhaken. De tweede centrale bevinding van dat hoofdstuk is dat verband tussen reductie in accuracy en avoidance, vermijding. Ja. Is dat niet nogal
voor de hand liggend. Als je accuracy definieert als afwijking van het eerder getrainde avoidance traject, mensen die sterkere over-avoidance vertonen, zullen dus per definitie lager scoren op accuracy. Dat zegt dan eigenlijk niks over intrinsieke proprioceptieve accuratesse, maar enkel dat vermijdingsgedrag correleert met vermijdingsgedrag. Daar moet ik heel even over nadenken. Dus we hebben het gaat hier over de vermindering in accuraatheid van de proprioceptieve taak naar de vermijdingstaak. En dan hebben we geselecteerd de proefpersonen op degenen die rapporteerden dat ze alleen maar de vermijdingsbeweging hebben proberen namaken doorheen de hele taak. En dan zagen we dat in vergelijking met de originele taak, dat de accuraatheid waarmee ze die bewegingen nadeden, het zijn natuurlijk gelijkaardige bewegingen ook, dat die verminderd was na het leren vermijden. Dus het enige wat er tussen die twee taken is gebeurd, of voor die fase waar we vermijding getest hebben, is dat ze hebben leren vermijden en dus ook die leerfase hebben gehad. Dus daarom hebben we op basis daarvan besloten dat het lijkt, of ja, natuurlijk de causale inferenties die we daar op basis daarvan kunnen maken zijn redelijk beperkt. Er zijn wel degelijk verschillen tussen die twee, er is geen controlegroep daarvoor ook niet, maar er is een indicatie gezien dan dat we die vermindering en accuraatheid bij het repliceren van de vermijdingsbewegingen ook dat die verminderd is, dat er een verandering is gebeurd in accuraatheid. Ja. Oké. Laten we het daarbij houden. Dankjewel. Bent u tevreden? Jazeker. Akkoord? Dank u. Oké. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor Van Diest. En professor Van Diest is hoogleraar gezondheidspsychologie en is online aanwezig. Professor Van Diest. Voorzitter, geachte promovendus, mijn welgemene felicitaties met het proefschrift. Ik denk dat het eigenlijk echt experimenteel vakmanschap weerspiegelt binnen uw domein. En daarmee sluit u helemaal mooi aan bij de onderzoekstraditie van uw promotorenteam. Ik vind het echt heel goed gedaan. Heel mooi en transparant opgeschreven. Dus mijn felicitaties. Ik zou je een vraagje willen stellen om te beginnen over het belang van angst leren, generalisatie en misschien zelfs het idee van het fear avoidance model in het fenomeen dat je bestudeert. En dat is eigenlijk het overdreven vermijden van bepaalde gedragingen. Hè. Als je kijkt naar de denk ik, de belangrijkste bevinding in uw eerste hoofdstuk. Die wijst erop dat de onzekerheid en misschien de algemene angst misschien wel de belangrijkste driver zijn van de spreiding van dat vermijdingsgedrag. Hè? Omdat in experiment 2 ga je over naar een partiële bekrachtigingsschema en dan zie je die generalisatie van vermijding wel optreden. Ja. Nu, ik vroeg me af als ik dat las, zou het kunnen dat mensen die misschien over het algemeen heel angstig van aard zijn of niet goed tegen onzekerheid kunnen, dat die gewoon in het algemeen minder exploratief gedrag vertonen. Dus wanneer ze dan op een bepaald moment ook een pijnprobleem hebben, gaat dat ook het geval zijn voor pijngerelateerde gedragingen. Als ze dat gecontinueerd doen dan die vermijding, dat dat op langere termijn dan gaat zorgen dat ze sociaal en fysiek eigenlijk heel weinig actief zijn, wat dan weer de kans verhoogt op angst en depressie en het probleem onderhoud. Als je zo redeneert, heb je dan eigenlijk dat angst leren ten aanzien van specifieke bewegingen en dat proces van generalisatie van vrees en ook zelfs het fear avoidance model nodig. Om dat te verklaren. Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw complimenten en uw vraag. Dus de vraag is, hebben we het fear avoidance model nodig? Om te verklaren dat mensen effectief heel veel dingen niet meer gaan doen. Kunnen gaan om intolerance of uncertainty, of het niet verdragen van de onzekerheid dat bijvoorbeeld een beweging met pijn geassocieerd is, of niet. Of dat er een bepaalde activiteit met pijn ervaren wordt.
Een uitdagende vraag. Ik ga heel even nadenken. Bij intolerance of uncertainty gaat het inderdaad minder over leren, want ja, als we gewoon... Wel, we moeten natuurlijk ook eerst leren dat er onzekerheid is. Dus ik denk dat we hebben sowieso al iets geleerd. En dan, om dan te weten dat er een mate van onzekerheid is. Dus ik zou zeggen dat er dan sowieso nog een leerfase aan vooraf is gegaan. Maar inderdaad, als we dan gewoon alle soorten van onzekerheid gaan vermijden, gaat het dan over het leren van welke beweging nu pijnlijk is en welke niet. En dan de generalisatie van dat leren. Goh, een heel erg moeilijke vraag, denk ik. Ik kan er niet meteen een antwoord op geven. Ja, dus ik zou zeggen, iets wat we zeker verder kunnen gaan onderzoeken. Ik herinner mij niet meteen studies of de mate waarin intolerance of uncertainty en de rol daarvan in chronische pijn al onderzocht is. Ik vermoed dat het waarschijnlijk al gedaan is, maar ik denk dat het sowieso een belangrijke variabel is om mee te nemen. Ook omdat de mate waarin onzekerheid een rol speelt, gaat natuurlijk ook wel variëren tussen verschillende chronische pijnstoornissen. Denk bijvoorbeeld aan meer regionale pijn, wat wij ook vooral hebben gemodelleerd in het lab. Bijvoorbeeld aan lage rugpijn. Bijvoorbeeld. Dat is een meer zekere vorm, of ja, minder onzekerheid over de pijn wanneer die gaat komen. Maar natuurlijk, voor chronische pijn zoals fibromyalgie gaat onzekerheid nog meer een rol spelen. Dus misschien dat er ook variatie gaat zijn in de mate waarin die intolerance of uncertainty een rol gaat spelen, dat afhangt van het type chronische pijnstoornis dat we zien. Maar ja, op de vraag of ja, hebben we het fear avoidance model nog nodig, dan zou ik gewoon teruggrijpen naar, we hebben al evidentie dat pain-related fear geassocieerd is ook met het functioneren in het dagelijks leven en dus met de beperking die we eventueel zien. Dus de evidentie is er dat een rol speelt. Maar dan nog denk ik dat de vraag blijft, gaat het dan over pain-related fear voor specifieke bewegingen en dan dat we dat gegeneraliseerd hebben op basis van leren? Ja. Vraag waar je niet meteen een heel erg duidelijk antwoord op kan geven, denk ik. Nee, dank u voor de poging. Ik besef dat het ook wel een heel lastige vraag is. Maar misschien zal ik het anders wat formuleren. Denk je dat de chronische pijnpatiënten die dit vermijdingsgedrag excessief vertonen, dat die mensen, voordat ze die chronische pijn ontwikkelden, eigenlijk ook weinig exploratief gedrag vertonen? Misschien blijven die in een job zitten waar ze eigenlijk toch niet tevreden voor zijn, uit angst voor het onbekende. Of misschien nemen die altijd exact dezelfde route als ze boodschappen gaan doen in de stad, omdat ze niet met de onzekerheid om kunnen van een andere route te nemen. Ik bedoel, hoe specifiek gaat het over pijn? En is er een manier eventueel om dat te onderzoeken? Graag een korte reactie. Ja, dus het zou inderdaad ook breder kunnen zijn dan specifiek pijn. En daarvoor in het lab zouden we dan kunnen misschien onderzoeken met een paradigma waarin we niet met pijnprikkels werken, maar misschien met andere aversieve stimuli of gewoon ja, exploratief gedrag proberen testen met een Iowa gambling task of zo, waar we ook exploratie kunnen gaan kwantificeren. Dus ja, ik denk dat dat een interessante vraag is. Akkoord. Dankjewel. Akkoord. Dan gaan we naar de laatste opponent. En de laatste opponent is professor Nederkoorn. Zij is hoogleraar de cognitieve psychologie van eten aan deze universiteit. Dank u wel. Geachte kandidaat, ook ik heb met veel plezier uw proefschrift gelezen dat opvalt door innovatieve experimenten die zorgvuldig zijn opgezet en uitgevoerd. Daarnaast heb je een mooie schrijfstijl waardoor het heel prettig was om dit proefschrift te lezen. Dus mijn complimenten voor u en ook uw begeleidingsteam. Ik werd gefascineerd door het idee dat een minder goede onderscheidend vermogen in waarneming, in dit onderzoek minder goede proprioceptie, kan leiden tot vermijding van meer stimuli, dus tot generalisatie. In een eerste opzicht leek mij dit heel erg logisch. Als je minder goed kan zien of voelen wat nu precies de pijnlijke beweging is,
Nou, dan kan je je voorstellen dat je meer bewegingen gaat vermijden. Zoals u zelf schrijft, better safe than sorry. Ik vroeg me wel af in een normale gang van zaken, als er gevolleybald wordt en je hebt een zere knie, dan verwacht je normaal gesproken, dat kan soms langer duren, maar dat er op een gegeven moment ook wel weer genezing plaatsvindt. Dat is wat we eigenlijk allemaal verwachten. En toen dacht ik, ik snap wel dat mensen misschien meer die slechter zijn in die proprioceptie, misschien meer vermijden. Maar aan de andere kant, in het dagelijkse leven is mij ook wel eens met blessures opgevallen dat als je opstaat of je aankleedt of gaat douchen of dat soort dingen, dat het toch eigenlijk niet heel mogelijk is om te vermijden. Dus dat je toch bepaalde bewegingen per ongeluk wel eens uitvoert. Als ik nou een hele slechte proprioceptie heb, dan heb ik dus al snel het idee dat ik een beweging heb uitgevoerd die mogelijk pijn had kunnen doen. Dan merk ik op een gegeven moment op, het doet helemaal geen pijn, waardoor ik heel erg snel extinctie vertoon. Dus ik dacht, en misschien bent u het niet met mij eens, maar ik dacht, slechte proprioceptie leidt tot betere extinctie, want je hebt veel meer extinctietrials. Dus ik dacht, om een beetje een positief geval, alle mensen die hier zitten met een slechte proprioceptie hun hart onder de riem te steken. Maar wat denkt u daarvan? Is dat waar of gaat hier toch iets mis in mijn redenering? Hooggeleerde opponent, dank voor je complimenten ook en voor je vraag. Dus ja, inderdaad, een slechte proprioceptie zou natuurlijk ook gewoon tot meer variatie in beweging kunnen leiden, waardoor we dan inderdaad misschien per ongeluk een beweging gaan doen die we eigenlijk aan het vermijden waren. Maar ik zou zeggen, inderdaad door die better safe than sorry strategy, die dan gebruikt zou kunnen worden als we niet zo goed weten welke bewegingen we uitvoeren, we weten niet zo goed welke pijnlijk zijn, welke veilig zijn, dat we dan extra veilig gaan worden. Wat ook in de taak in het lab zagen, dat mensen net veel verder van die originele pijnlijke beweging gaan blijven dan mensen die accurater zijn. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat de kans dat iemand die toch pijnlijke beweging per ongeluk gaat doen, dat die veel kleiner is geworden omdat we extra veilig gaan spelen. Maar dat bedoel ik nou juist. Dus de kans dat je toch die pijnlijke beweging doet is klein. En daardoor zou dat toch eerder extinctie zijn, dat je denkt, ik ben genezen, het doet niet meer pijn. Dus de kans is klein en dan is de vraag natuurlijk ook, hebben we door dat we die pijnlijke beweging hebben gedaan, is natuurlijk ook een belangrijke vraag. Was er voordien, ja, dus hebben we door of we die beweging hebben gedaan, want dan moet de verwachting dat er pijn ging komen, moet ook violated, een Nederlands woord, ja, violated zijn. En natuurlijk, ja, belangrijk daarbij is ook dat mensen die excessief vermijding en angst tonen voor pijn, daar is extinctieleren natuurlijk ook, gaat trager, hebben we al gezien in studies. Dus ook van gegeneraliseerde angst gaan mensen gewoon minder snel leren dat die veilig is, ondanks dat ze misschien blootgesteld waren aan die beweging. Dus daarom dat ook bij exposure therapy, dat eerst die verwachting groot gemaakt wordt dat er pijn is, om dan goed te kunnen leren, oké, deze beweging is eigenlijk veilig, dat dat goed benadrukt wordt. Als er per ongeluk misschien een beweging wordt gedaan en die expectancy violation is er toch niet helemaal, ja, dan kun je ook verwachten dat er ook weinig inhibitory learning is gebeurd. Ik kan u de redenering helemaal volgen. Het is alleen wel dat ik denk dat de meeste studies die hiernaar gedaan zijn, dus dat als er mensen slecht dit leren in het lab, dat er ook minder extinctie plaatsvindt. Maar in het lab zou ik denken dat ik als toch wat angstige proefpersoon toch denk, ja, ik heb nu wel een paar keer een trial gedaan waarbij ik geen pijn kreeg, maar je weet het maar nooit. Ik zit hier een experiment met een elektrode op mijn arm en er zit een hele statistische experimentator. En misschien verandert opeens de hele regel. Dat zou kunnen dat deel van het experiment is dat opeens de regel weer is, dat er wel weer pijn is. In het dagelijks leven verwacht ik dat niet, dat er iemand is die opeens, nadat mijn knie geneest, zeg maar, toch weer even. Nou, dus daar heb ik een soort verwachting van, de pijn wordt langzamerhand minder en op een gegeven moment zal die ongeveer wel of niet weg zijn. En dat is denk ik wel een essentieel verschil tussen een lab-experiment en het dagelijks leven. Ja, inderdaad. Dus qua ecologische validiteit, die lab-experimenten zijn nu natuurlijk heel erg verschillend van het echte dagelijks leven.
Dus ik zou kunnen zeggen dat dat misschien ook een rol speelt. Maar ook, ik denk, in de klinische praktijk zien we dat ook terugkomen, dat er moeilijk geleerd wordt dat die bewegingen veilig zijn bij personen met chronische pijn, die veel angst en vermijding vertonen. En ook belangrijk dat bijvoorbeeld want zo exposure therapy is in zekere zin ook een redelijk artificiële situatie, waarin mensen dan misschien gaan denken, oké, het is nu hier een veilige situatie, ik heb hier een therapeut bij mij, hier stel ik me bloot aan die bewegingen. Maar dan, wanneer de context verandert, dat ze dan later in de thuissituatie zijn, die bewegingen dan toch weer gaan vermijden bijvoorbeeld. En dat we die return of fear en avoidance ook zien. Dus helaas, in de klinische realiteit zien we ook dat mensen vaak minder gemakkelijk leren dat bewegingen veilig zijn. Ja. Dank u voor uw antwoord. Dan geef ik het woord terug. Oké, we zitten aan de tijd, maar ik zie niemand verschijnen. Dus dat betekent dat we nog een keer gaan schakelen naar dokter Baudet. Dokter Baudet, u had nog een aantal vragen voor de kandidaat. En het ligt eerder aan een technisch probleem hier, denk ik, want het is al. Een microfoon staat aan. Maar ze komt binnen. Dus. Dokter Baudet, u bent niet meer nodig. Bedankt toch voor uw, voor uw actie. Christophe van Daal, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu terugtrekken voor beraad en ik verzoek u en uw gezelschap de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. In the meantime, let's take a closer look at Maastricht University's renowned teaching method, problem-based learning. Once the prorector reconvenes the session, we'll tune in and continue the live stream. Problem-based learning, or PBL. What does that mean exactly? Three of my fellow students and I will show you around. Every week, we analyze a different case or issue together. We discuss the case, and everyone can contribute different perspectives to the group discussion. If we get stuck, our tutor helps us out and suggests what we could do next. I prefer going to the library to prepare. Here, I can focus, and I have quick access to books or journals that help me understand the case. Today, I can also train my stitching skills in the Skills Lab, where you can immediately put into practice what you've learned. After a day like this, I like going to the gym to clear my head and get ready for the next day. At UM, you meet people from all around the world. Hello, guys. Some of them are doing their change semester here, and they often say that PBL helps them learn and retain things very easily. I can understand why. It's a very active way of learning because you have to bring your own perspective to real-life cases. You have a lot of freedom to manage your time, your studies, your hobbies, and your work. Of course, that also means a lot of responsibility. Right now, for example, I'm arranging my exchange semester in Madrid. How cool is that? In this group session, we're the managers who have to allocate the resources of a real company. This is how we put into practice what we learned this morning.
Studying here means being proactive and learning to plan well. Prioritizing and performing well under stress are great skills that help you develop as a person. But now, it's time to grab a coffee at the Student Service Center. Right now, we're at the Brightlands Chemelot campus. Here we can apply knowledge from lectures and tutorials in a practical setting. This helps us understand what we have learned and further develop our lab skills. Today, we're determining the amounts of cholesterol in various products. What I really like is the project periods at the end of each semester, where we complete a full research project that includes planning, collecting data, analyzing, and presenting the findings. That way we learn how research works and we're able to see what it's like to be a real scientist. After practicals, I have to write a lab report that also helps me process everything I have learned today. UM has a lot of learning spaces where you can work on your own or with other students. This evening, I'm meeting my friends for a movie night organized by the MSP Study Association. If you study law, you have to read quite a lot. Not all information is relevant, so you learn how to easily find the information you need to solve your case. In the afternoon, I have to give a presentation, so I like to practice it with a fellow student. Later today, a lawyer is giving a lecture. This will help us better understand the case we're working on. Speaking in front of a group is quite exciting the first time around, but you get used to it quickly. And having to present helps you also to adapt knowledge better. What I like the most is that we sometimes get to enter a plea in front of a real judge. These moot courts are really exciting. Now it's time for drinks with friends. Studying is important, but so is relaxing once in a while.
Christoph van Daal, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u uw proefschrift verdedigd heeft. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. Dr. Mulders is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik u hierbij, Christoph van Daal, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul, door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bezegeld. Dan ga ik meteen ook verder met u nog een aantal mooie woorden te zeggen. Beste Christoph, beste dokter van Daal. Ik ben erg vereerd en trots om jou als eerste te mogen aanspreken met je nieuwe titel en je te mogen feliciteren namens het hele supervisorteam met deze indrukwekkende academische prestatie. Onze paden kruisten elkaar al meer dan 8 jaar geleden aan de KU Leuven. Op 8 oktober 2014 kreeg ik een mailtje van jou met de boodschap dat je het masterproefonderwerp conceptuele versus perceptuele generalisatie van pijngerelateerde vrees toegewezen had en of we eens konden afspreken voor een eerste kennismaking. Ik liet je weten dat ik op het moment op de World Congress of Pain was in Buenos Aires en dat ik dan ook 3 weken ging rondreizen in Argentinië. Dus ik stelde voor om in november af te spreken als ik terug was. Je stuurde terug, 7 november om 11 uur past voor mij. Is er misschien al wat literatuur die u aanraadt? Dan kan ik me eventueel al een beetje verdiepen in het onderwerp. En zo geschiedde. Toen we de eerste keer afspraken, had je al meer dan een beetje verdiept in het onderwerp en je stond te popelen om aan de slag te gaan met je masterproef. Het was meteen duidelijk dat jij een hardwerkende, pintere student was die van aanpakken wist. En in mei 2015 was je al klaar met de datacollectie. 6 maanden later was de paper geschreven en gesubmit, ruim vooraleer dat jij je masterproef moest indienen. En nog niet veel later werd de paper ook gepubliceerd in Behavior Therapy. Het was heel prettig en efficiënt samenwerken met jou en het was duidelijk dat je geknipt was voor een academische carrière. Helaas had ik op dat moment geen financiering om jou als doctoraatstudent aan te werven. Er waren een aantal beursaanvragen ingediend, maar nog niet gehonoreerd. Maar mijn intuïtie bleek correct. En na je afstuderen kreeg je al vrij snel een mailtje van jou of je mij mocht opgeven als een referentiepersoon voor een sollicitatie voor een doctoraatspositie. Ik gunde jou die positie van harte, maar tegelijkertijd bloedde mijn hart een beetje. Want ik wist, die zijn we kwijt. Dus toen een collega van Gent mij mailde dat hij een erg aangenaam gesprek had gehad met jou en of ik mijn indruk van jou eens wilde delen, schreef ik het volgende. Christoph was een zeer aangename student om mee samen te werken en ik denk dat hij zeker en vast een geschikte doctoraatstudent zou zijn. Wat mij betreft zijn zijn sociale skills, communicatievaardigheden per mail, formeel, wetenschappelijk, schriftelijk en mondeling uitstekend. Hij is punctueel, ordelijk en nauwkeurig. Hij houdt van uitdagingen en gaat de extra mile, wat ook zichtbaar is in zijn eindcijfer voor zijn masterproef, een 17 op 20 wat in onze faculteit exceptioneel is. Bovendien is de revisie van het manuscript van zijn masterproef ondertussen gesubmit bij Behavior Therapy. Christoph heeft zeer actief meegewerkt aan deze revisie op vrijwillige basis tijdens zijn vakantie, wat opnieuw zijn uitzonderlijke intrinsieke motivatie en interesse voor onderzoek aantoont. Hopelijk delen jullie mijn enthousiasme en bieden jullie Christoph de job aan. Een keuze waar je, wat mij betreft, geen spijt van zult krijgen. En je kreeg de job. Dus onze paden scheiden zich. En toen... Plots in januari 2018 kreeg ik een mailtje van jou met de vraag of je mij nogmaals mocht opgeven als een referentie, omdat je opnieuw ging solliciteren en dit keer voor een positie aan de KU Leuven. Je voegde eraan toe, als je zelf een vacature zou hebben of weet hebt van vacatures voor PhD-posities, laat zeker ook iets weten. Ook posities in het buitenland heb ik interesse in.
Dus dit laatste klonk als een halleluja in mijn oren, want ondertussen was de onderzoeksfinanciering binnengehaald en we gingen weldra werven. Dus ik vatte de koe bij de horens en ik mailde terug. Je mag me uiteraard opgeven als een referentiepersoon, maar ik heb zelf binnenkort wel twee vacatures. Eentje op mijn VD-project in Maastricht en een ander project gefinancierd door het RISIF in Leuven. Als je graag meer informatie hebt over de inhoud van deze projecten, laat het dan zeker weten. Of we kunnen ook altijd eens bellen. Je zei dat je graag wilde langskomen om face-to-face te bespreken en enkele dagen later stond je terug voor mijn deur. Je waagde eerst je kans op het RISIF-project en je kwam als kandidaat van keuze uit de bus. We boden jou de job aan, maar we hadden er echter niet over nagedacht dat je al 2 jaar een bursaal was geweest en dat je dat maar maximaal 4 jaar mag doen. Dus we konden jou gewoonweg niet aannemen op dat project, want je was te duur. 3 maal is scheepsrecht. Dus je waagde je kans op mijn VD-project en de rest is geschiedenis en de start van een mooie hernieuwde samenwerking. Ik wist ondertussen wat voor vlees ik in de kuip had en zoals verwacht nam je ook op dit project een vliegende start. Terwijl we wachten op de eetse goedkeuring en wat programmatiewerk voor je eerste experiment, ging je aan de slag met een dataset die ik eerder verzameld had in Leuven. Een maand en een half later bezorgde je me de eerste draft en een half jaar later was de paper aanvaard voor publicatie in de Scandinavian Journal of Pain. Je eerste experiment leverde niet de verwachte resultaten op, maar je gaf niet op. Samen met collega Evelina Glogan voegden jullie jullie experimenten samen en publiceerden zo met een gedeeld eerste auteurschap een veel omvattendere paper in de Journal of Pain. Je schuurde geen enkele uitdaging en zo ontwikkelde je bijvoorbeeld een nieuwe taak om proprioceptieve accuraatheid nauwkeuriger te meten. Valideerde die taak en publiceerde die tevens met gemak in PeerJ. Je was super gemotiveerd en ook de volgende 2 experimenten werden snel gepubliceerd in de Journal of Pain en Behavior Research Therapy, wat echt top tijdschriften zijn in ons veld. Maar gelukkig heb je ook nog wat bijgeleerd in die laatste 4 jaar dat we samenwerkten. Ik herinner me nog je eerste presentatie op de Pain Research Meeting, waar je verlegen was, geen oogcontact durfde maken met het publiek en duidelijk was dat je van binnen een beetje aan het sterven was. Een schril contrast met de laatste editie dit jaar, waar je zelfzeker was en veel complimenten mocht ontvangen van senior experts in het veld over de professionele maturiteit en de helderheid waarmee je dergelijk complex onderzoek presenteerde. De kers op de taart was ons mooi symposium op het jaarlijks congres voor de Association for Psychological Science in Chicago, ook samen met professor Engelhardt, waar ik trots aanschouwde hoe je had ontpopt tot een vlotte wetenschapscommunicator. Maar onze samenwerking was niet altijd productief, niet alleen productief, maar ook supergezellig. Je bent een echte teamplayer, je was altijd bereid om collega's te helpen met MATLAB-scripts en code. Je was ook stevast de Bob en de chauffeur van dienst bij de talrijke etentjes in Leuven en andere teamuitstapjes. Christophe, het was een waar plezier om jou in mijn team te hebben en je te zien ontpoppen tot een onafhankelijke, creatieve onderzoeker. Daarom ben ik erg blij dat dit doctoraat niet het eindpunt is en dat je een prestigieuze postdoctoraal mandaat hebt binnengehaald in Leuven, waar we gaan verder kunnen samenwerken, nu in het goede gezelschap van Dirk Hermans. Dus gefeliciteerd, dokter Van Daal. The best is yet to come. Ja, Christophe Van Daal, ook ik feliciteer u namens de Universiteit Maastricht van harte met het behalen van deze dokterstitel. Ik heb het proefschrift nog eens eventjes doorgelezen. Ik vind het een prachtige serie studies. U beschrijft het ook als een ontdekkingstocht van Frodo en Sam. Dat sprak mij aan. Dus dat vond ik heel leuk om terug te lezen. Af en toe komen er obstakels. Dat hebben Frodo en Sam ook meegemaakt. En we zagen dat vandaag ook. Er waren moeilijke vragen bij, pittige vragen, maar u heeft zich daar heel erg goed uitgered, moet ik zeggen. You didn't get boxed in, hè? So, dat is een mooi compliment. Voordat ik ga afsluiten, wil ik even korte mededelingen doen. We gaan zo dadelijk een borrel krijgen in de refter. En ik verzoek het publiek, nadat ik heb afgesloten, om alvast daar het drankje te nemen en te wachten op de kandidaat. Dan kunnen wij in de tussentijd nog een paar foto's maken, hier aanwezig voor de online mensen. En ook op de trap maken we altijd een foto. Daarna komen wij ook naar u toe en kunt u de kandidaat dan feliciteren. En daarmee sluit ik deze zitting. Ja. Ja.